Kinderen begrijpen dat altijd, helemaal. Het zijn eerder de volwassenen die het veel moeilijker begrijpen. Ja, het is best wel grappig. Omdat je eigenlijk gewoon allemaal afval gebruikt. Wat je eigenlijk zou weggooien, waar je nu een boot van maakt. Dat ze creatief en leuk bezig zijn, maar dat de bewustwording wel toeslaat. Dat ze wel denken van oké, ja vet, dit kan je ook met plastic doen in plaats van het op de grond gooien en het laten liggen. Ja, ik ben een blij mens. Als ik zie dat toch wel de vrije jonge jeugd, hè, dit is klas 2 van het middelbaar onderwijs. Als je ziet hoe die met afval omgaan en wat voor ideeën ze erover hebben. En de bewustheid van de plastic soep die in de oceanen drijft. Dan denk ik dat we hier stappen mee gaan maken. En als je dan zo'n project hier op school, wat over duurzaamheid gaat, over de crowdfunding voor de zonnepanelen. Dan denk ik dat dit de weg is om iedereen zo goed mogelijk en zo vroeg mogelijk bewust te maken van het schadelijke effect van zwerfafval. Dit was een voltreffer. Ja, dit was hem helemaal. Het enthousiasme en de creativiteit waar hier de kunstwerken mee gemaakt zijn. Sommige tot helemaal in detail, andere puur gelet op het gebruik van materialen. Ja, dan mag je echt van een voltreffer spreken.